Dag reviewvrienden van het Goede Leven. Hoe is het daar? Mooi, mooi. Wat zal er nou toch weer onder dat doosje zitten? Wat zal ons Agnetje hebben opgestuurd? Laten we even kijken. Ja, ik ben enthousiast vandaag. Drie blikjes. Leuk! Ik moet zeggen, deze blikjes zien er wel prachtig uit. Wat een mooi design. Hier, eens kijken. Hier. Het zijn mooie blikjes. Het zijn bijna kleine kunstwerkjes. Wat leuk. Er is alleen één probleem met deze blikjes. Dat is wat hierboven staat. Die energy drink. Want als ik ergens dus een ontzettende bloedhekel aan heb, zijn het wel die geworden energiedrankjes. Ik heb dus een dochter van 13 en die komt dus in de energiedrankleeftijd. Dus dat ze ja, eigenlijk tussen volwassen en kind inzitten. Dus eigenlijk van de wet helemaal nog geen malle moe mogen. En dat ze op een gegeven moment denken, ik ga me eens even lekker afzetten tegen de maatschappij. Ik koop een blikje energiedrank. Dan zie je ze slenteren, die mensen, met van die blikjes. Ze stinken een uur in de wind. Dan heb je natuurlijk de echte, dat rode stiertje. Maar ja, daar hebben ze waarschijnlijk het geld niet voor. Dus dan kopen ze dus de huismerk van een supermarkt energiedrank. En je ruikt de chemie en de suiker. En die kinderen worden er hoogstens hyper van. En dat is alles. En wat heb je eraan? Helemaal niks. Nou ja, de tantes heeft er wel wat aan. Want die rot er namelijk uit je bek. Hè? Die witte, nou ja, lichtgele dingen. Deze mooie blikjes, deze energiedrink, zien er heel chic uit. Maar die komen dus uit een winkel die niet zo heel erg per definitie chic is. Maar waar ik wel een warm hart bij voel. Het is mijn guilty pleasure. De Action. Ja, ik loop dus best wel vaak in de Action. En waarom? Omdat ik het een soort speelgoedwinkel vind voor volwassenen. En ja, ik weet dat er allemaal Chinese meuk ligt. En ja, het is toch ook belachelijk dat je voor 15 cent een afwasborstel kan kopen die een paar Chinese kinderen in een fabriek hebben in elkaar gedraaid en dan met het bootje hierheen is gekomen. En ja, ik voel me dan ook wel schuldig als ik wegloop. Net zoals je bij de patatkraam je schuldig voelt als je met zo'n hele zak met vet wegloopt. Maar ik ga de volgende dag toch wel weer. Nou ja, volgende dag. Maar ik ben geregeld in de Action. Leuk Jan, je verhalen over de Action. Zullen we misschien nog even een reviewtje doen van de drankjes? Goed idee. Nou, dan hebben we natuurlijk glazen nodig. Ja, je ziet het wel aankomen, hè? Elk glas moet er natuurlijk één. Let op. We hebben hier de blueberry flavor met het haantje erop. Nou, dus die is waarschijnlijk, laten we zeggen, tegen het paarse aan. En, dat ziet er gewoon uit als kastjes. Dan hebben we hier de tropical flavor met de tijger. Dat is ook leuk. Tropical is meestal een soort van oranje. Ook dat klopt. Ik ben lekker scherp vandaag. Dragon fire flavor. En die zal dan wel weer rood zijn. Roze. Bijna goed. Nu hebben we natuurlijk geen geuren televisie of geuren internet. Maar ik kan je vertellen dat hier een ongelooflijke zoete, alles verzuikerde geur rondhangt. Waar het glazuur van je tanden al bijna vanaf flikkert. Ook die energy drink geur hangt hier. Die, ken je dat als je dan toevallig in de auto zit en een of andere koekwous denkt, oh, ik neem even een blikje Red Bull. En die trekt dat open en dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je niks meer ziet. Dat het zicht verdwijnt. Zo'n chemische geur hangt er. Nou, dat hebben we nu in een combinatie van drie. Maar genoeg gezeurd. Even proeven. We beginnen bij de blueberry flavor. Hoe is die? De blueberry flavor smaakt niet naar blueberry, maar gewoon naar aanmaaklimonade. Maar daar zit dus wel die energiedrank boost in. Het is ook niet vies. Kijk, tropical flavor. Nou, daar hou ik van. Hè? Want ja, laten we eerlijk zijn, ik ben natuurlijk ook een beetje tropisch ergens. Heel ver weg. Oh, dit ruikt naar chemische ananas. Oh. Oh. Deze tropical flavor is ook niet heel erg vies. Ananas is ook heel erg vreemd. Hè? Weet je trouwens wat ananas in het Engels is?
Niet in een nest, hè? Nee, pineapple, hè? Dat weet je ook wel. Hè? Maar ja, jullie zijn natuurlijk ook slimme mensen, anders kijk je niet naar deze reviews. Ja, dat snap ik ook wel. Is ook gewoon lekker. Dit wordt een beetje vervelend, want ik zat toch te denken aan een vrij zeikerig en negatief reviewtje van energiedrank. Is niet te zuipen, doe het niet. Ik heb al 2 voldoenetjes hier te pakken. Nou, dan mag ik wel hopen dat die roze bagger van een Dragonfire flavor, dat wel heel vies wordt. Ah, ja, gelukkig. Die ruikt naar kauwgomballen, zoals de rest, weet je wel. Ja, deze is gewoon... He, gelukkig zeg. Poeh, ik ben er zelf wel een beetje ongemakkelijk van al dat positieve gelul. Deze is gewoon niet te zuipen, hoor. Dit is dus een hele goedkope, nep, Red Bull-achtige kauwgomballen... smaak met heel veel suiker en chemische tintelingen op je tongetje. En dat is, deze is echt heel erg vies. Deze dus niet, die zijn dus lekker. Zoals jullie van mij gewend zijn, geef ik ook cijfertjes. Dat worden oplopende cijfertjes. Want ik kan je vertellen dat de Dragonfire Flavor Energy Drink van de Action... excuses. Niet lekker is, die krijgt een 3. Dan zitten we bij het haantje van de blueberry flavor. Is het blueberry? Nou, niet echt, hè. Is het vies? Nee, ook niet echt, hè. Deze blueberry energy drink van de Action. Krijg van mij al een 6. Ja, we hebben een winnaar. En de winnaar, hè, dat is hier met het tijgertje. De tropical flavor energy drink van de Action. Deze... ananasachtige smaak. Nee, want het is tropical, dus ik denk dat het een mixie moet zijn. En dan gooien ze er meestal mango bij en passievrucht en al die andere dingen waarvan je denkt, leuk dat het bestaat. Deze die zou ik dus best kunnen drinken, waar het niet dat ik geen suikerhoudende dranken drink, zoals jullie zien aan mijn ranke toetje. Deze krijgt van mij gewoon een 8. Een energy drink van de Action. Proeven naar ananasachtig iets. Gewoon een 8. Lekker man. Zou best een paar blikjes willen halen. Nou ja, ik ga toch nog naar de Action van de week. Hè?